Ja, en zo wordt dus die melk gestimuleerd. Oh, dan moet ik zo niet gaan staan. Dan krijg ik straks opeens hele natte plekken. Ik ben Calvijn, inmiddels misschien bekend als YouTuber, maar ik ben geboren en getogen op een boerderij. In samenwerking met Rabobank neem ik mijn bekende vrienden één dag mee naar een boerderij om erachter te komen of ze zich staande weten te houden op het platteland. Geen glitter en glamour, maar koeien melken, trekkerijen en van dichtbij zien waar ons voedsel vandaan komt. Dit is BN'ers op de boerderij. Ben jij ooit op een boerderij geweest? Ik heb toevallig 2 dagen geleden heb ik met koeien geknuffeld. Wat is dit kan, nou? Dat kan u ons doen. Dus ik dacht dat ik hier even een uniek momentje te pakken had. Want waar gaan we heen dan? Ben jij gewoon gisteren... Dat is toeval! Koeien... Ja, nou, over plekjes gesproken, we zijn gearriveerd. Ja. Op deze prachtige koeienboerderij. Hé, hey, ja! Zie je ze al staan, schat. Joh, wat veel! Dit is Maxime Meiland. Deze prachtige realityster is 24 en niet meer weg te denken uit de Nederlandse celebritywereld. Maar stiekem heb ik het gevoel dat deze vrouw haar televisiering gala jurk het liefst inruilt voor een overall. Met laarzen. Kortom, ik heb hoge verwachtingen. Ik ben Kelvin. Hoi, Rijer. Hey Rijer. Hey, Maxime. Rijer, hoi, dag. Dit is boer Rijer. 50 jaartjes jong en een echte koeienboer uit Kollum in Friesland. Hoi. Rijer heeft 570 melkkoeien en 400 stuks jongvee. En geloof me, dat zijn er veel. Heel veel. Ja, ik kan jij natuurlijk niet hier in je fluwelen jasje... Nee, dat is ook zo. Dat dacht ik ook. Oh, nou. Dan weet elke koe meteen wie je bent. Ja. Gaan we maar aan het werk. Ja, want volgens mij moeten de koeien gemolken worden. Kom verder in de koeiendraaimolen. Joh, wat is dat ding groot. Ja, dat zeggen ze wel vaker. In mijn geval. Vinden ze dat nou ook leuk zo? Ja, ja, ja. Het is een draaimolen, maar dan voor koeien. Ja. En dan tik je hem even op de been. Gewoon daar, ja, zo, ja. Oh, oh, oh. Gewoon nog een keer. En dan ga je het apparaat eronder hangen. Kijk, en dan wordt hij gemolken. Ik denk dat we hier te maken hebben met natuurtalent. Ja, dus ik vind dit echt absurd. Ja. 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 Ik stel voor dat Maxime doormelkt. Gaan wij in de koffie. Ja, dan. Ik heb altijd melk gedronken. Is goed voor je. Ja. Wat is de deal met melk? Melk is, daar zitten de meeste omega 6 en omega 3 vetzuren in. Alles wat er ook in moet zitten. Dus het is een heel hoogwaardig eiwit. Ja. En wij maken op deze boerderij van veel gras uit het land. Plus reststromen uit het humane voedselcircuit. Dat betekent dus van de bierbrouwerij, daar komt gerstennat vrij. En dat gerstennat is een soort pulp. En dat voeren wij ook aan onze koeien als een stukje eiwitaanvulling. Maar daarmee verwaarden wij reststromen uit het humane circuit tot hoogwaardig eiwit. En die eiwitten, dat is wel goed voor de mens. De eiwitten zijn goed voor de mens. En de vetten zijn ook heel goed voor de mens. Ja, een paar glaasjes melk per dag. Er is helemaal niks meer aan de hand, is juist heel goed. Je moet geen liters gaan drinken, denk ik. Mag wel. Mag wel. Het is alleen maar goed voor zijn portemonnee. Ja. Ondertussen melkt Maxime lekker ja, door. Ja, Maxime gaat lekker door. Dat is ook veel interessanter, joh. Je moet het toch even aaien. Ja, dat doe ik toch de hele tijd. Hey, even zo, even. Nou, ik vind dat je doet als een volleerd melkster, Maxime. Ja? Ja. Ik zie nog wat verbeterpunten, maar... Hou op, joh. Maxime wil nu een bakkie. Ja. Ik kon nog uren doorgaan, maar... Ja. Oh ja, jij weer wel. Ik vond het wel heel leuk, hoor, moet ik zeggen. Ja. Een heel vat sperma. Iedere koe krijgt een rietje. Ja. En omdat we iedere dag wat 2 of 3 kalfjes hebben, moet je natuurlijk ook kalfjes maken vooraf. Vinden ze het ook wel leuk om zo vaak zwanger te zijn? Ik ben een man, jij bent een vrouw, misschien weet jij het. Ik zou er niet aan moeten denken. Ja? Wij doen een paringscompensatie, dus een koe met oorbenen zoeken we een stier met de hele andere kant de oorbenen op. X-benen zeg maar. Dus door fokkerij kunnen wij koeien sturen op levensduur. Heb je al ontbeten? Nee. Dan zou ik even... Nou, we gaan toch proeven nu. Ja? Godver, ja, echt over mijn lijf. Ja, je moet eerst even met je hand erin. Je moet eerst met je hand erin. Ja, met die nagels, dat ga ik toch niet doen. Doe jij dat even? Dan knip ze maar af. Zielig. Wat zielig voor jezelf zeker? Nee. Voor je nagels. Nee. Oh, smullen hé. Kijk, en dit is natuurlijk waar het allemaal om draait. Teamwork. Maar wat dacht jij vanochtend? Ik ram er even wat nepnagels op. Is handig op een boerderij. Gaan we nu even de ornamentjes in doen. Kijk, Maxime, het moment is daar. Ja. Ik wil je het kan niet. Ook nee zeggen. Nee, ik wil het niet. Nee, ik doe het niet. Ik wil het niet op mijn geweten hebben dat ik dat gedaan heb. Nou kijk, ik dwing je niet, maar het moet wel. Ja. Ik denk niet eens dat ik durf te kijken. Oh, dat snoepertje. Nou, let even goed op, dan weet jij straks hoe het moet. En er voelt er helemaal niks van, zie je dat? Hij huilt niet.
Schreeuw niet. Ja, maar ja, straks doe ik het niet goed. Ik push niemand om dit te doen. Maar het moet wel gebeuren. Maar het zou wel grappig zijn. Echt, als ik dit thuis vertel, dan krijg ik echt op mijn laser. Als jij nou even de oor vasthoudt. Ja, knijp hem aan. En dat was hem. Hij voelt er niks van. Ja, we zien je. Ik druk te veel zo slow, dat arme beest. Nou, dan doen we het nog een keer. We hebben er nog één. Kijk, nu ligt hij. Dit is hartstikke handig. Ja, ze denkt, nou, ik geef hem maar over aan dat wijf. Nou, één keer en nooit meer. Ik heb hier geen talent voor, dat zie ik al. Ja, nee, keurig gedaan. Ieder kalfje wat geboren wordt, moet identificeerbaar zijn in Nederland. Ja. Dat zijn we verplicht vanuit de overheid. En daar is deze oorbel voor. Absoluut. Ja. Nee. Dus als je het zielig vindt, dan ga je maar zeiken bij de overheid. Ja, stuur een brief. Naar Rutte. Of bel, 08. Lust jij eigenlijk melk? Ik vind melk heerlijk. Nee? Maar normaal... Jezus. Nee, doe normaal. Hallo. Even warm. Even dat meldje over dat giecheltje. Zit er nog wat op mijn mond? Nee. Of? Nee joh, dat valt heel erg mee. Godverdomme, zweetzaam in mijn naad. Nee, ik vind het eng. Moet het? Ik begin met een kutgesprek. We zitten even op een hooizolder. Ja, maar ik zie het mega comfortabel. Ik vind het leuk dat je met me mee bent vandaag. Ja. We zien jou zeg maar de hele tijd alleen maar een beetje chillen met je moeder en met je pa. Ja. En met dat kind van je. Sorry, het klonk een beetje denigrerend. Ik wou dit zeggen, joh. Sorry. Ik geef straks een duwtje, hoor. Met dat kind van je. Nee, een beetje prachtige dochter. Ja. Wanneer komt het punt waarop jij zegt, nou jongens, weet je wat, het is mooi geweest. Al die camera's om me heen. Ik denk gewoon als ik het zat ben. Maar ik kan me het eigenlijk nog niet zo heel goed voorstellen. Want wij hebben zo'n leuk team waarmee we draaien. Ja. Altijd de eerste avond dat ze komen in zo'n week, altijd standaard heel veel wijn en pizza. Nou, en dan wordt het rond een uur of één, gaat iedereen als een hoerentoeten naar bed. Je fokt elkaar daardoor op, omdat je een soort energie met elkaar hebt. Ja, en dat zie je toch in beeld. Kom even via hier. Nee. Klimmen we gewoon naar beneden. Nee. God. Ik ben zo zat, jullie allemaal. We onderbreken deze uitzending voor een belangrijke quiz. Dit is Maxime. Die heeft de toeter. Oh. Ik heb de bel. We krijgen 5 vragen over zuivel. Degene die als eerste een geluidje maakt, die mag het antwoord geven. Ja. Als je het fout hebt, dan gaat hij naar de ander. Vraag 1. Hoeveel uiers heeft de koe? Maxime. 4. 1. Uier. En 4 spenen. Dit is gewoon vals. Hoe lang herkauwen koeien hun gras? A. 1 tot 4 uur. B. 4 tot 8 uur. C. 4 tot 10 uur. 1 tot 4 uur, denk ik. Mis. Ik denk B. Mis. Nou, het ja, is 4 tot 10 uur. En gemiddeld herkauwt de koe 8 tot 9 uur. Hoeveel dagen wordt de gemiddelde koe in Nederland gemolken? Ja, dan ga ik voor 365. Is het hoger of lager, Maxine? Ik denk lager, want ze gaan ook met zwangerschapsverlof en zo. Maxine heeft goed geluisterd. Ai, ai, ai. Iedere koe die krijgt ongeveer 1 keer per jaar een kalfje. Hoeveel dagen is het dan ongeveer? Staat het er ook bij? 330 dagen, plus minus, gemiddeld in Nederland. Wat eet de koe niet? A. Paprika. B. Wortels. C. Citroen. Maxine. Citroen. Hij is zuur toch? Dat is niet bitter. Lekker. Een koe houdt niet van bitter. Dat is natuurlijk instinct. Dus een bitter kruid in het land. Weet de koe gewoon, dat moet ik niet eten. Dus ik heb het goed? Ja. Dat is een wonder. Wauw, gefeliciteerd. Ja, jij bent de boerenzoon. Ja, jij pap, moet dit toch weten? Het spijt me echt. Je onterft me maar. Nou, doe me niet. Hoeveel liter melk produceert een koe gemiddeld op een dag? Maxine? Ik denk 30 liter. Ja, klopt. Ja, toch? Op de, ja, bij de rondleiding. 10.000 liter per jaar is ongeveer 30 liter per koe per dag. Nou! Wat een ellende. Ja. Heb ik gelukkig het juiste vak gekozen. Ik zou nu in de coronatijd gewoon een LOE'tje pakken. Ja. We gaan iets heel zieligs doen volgens mij. Ja, ik weet het niet. Ik zie daar wel een heel groot apparaat staan met LED-verlichting. Alsof er een soort operatietafel nu klaar wordt gemaakt. Het is allemaal leuk en aardig, die koetjes. Ja. Maar soms is er natuurlijk ook wat mis mee. Raad eens. Hier, kijk maar even. Magneet. Ja. Al onze koeien eten het gras uit de wei. In dat hooi zit wel een zwerfblik.
fietsers gooien die wel langs de slootskant in de sloot. Schorm. Er waait op ons land, die koe kan niet goed selecteren en die eet dat op en die krijgt zo'n stukje blik in hun maag. En op een gegeven moment krijgt de koe pijn in zijn buik en denkt, ga ik niet meer eten, want iedere hap die ik doe, geeft mij meer pijn. Dus wij geven alle koeien preventief een magneet. Dus waar denk je dat die magneet uiteindelijk gaat zitten? Dat is erg. En alle stukjes blik die langskomen, hopen wij dus dat die hier tussen gaan zitten in die kooi. Ja, ik vind dit ook wel spannend. Ja. Ik heb heel veel gedaan vandaag, maar dit gaat mij te ver. Vraag AB, durf jij dit of durf jij dit ook? Ja, ik durf. Je pakt de koe beet zo en je... Ja, je moet even helpen. Want ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben wel wat gewend, maar dit doe ik ook nog nooit. Ik wil het niet. Jawel, ik geef het maar jou, ik hou de koe vast. Ik ga dit overslaan. Maar ik doe het wel. Doe jij het? Ik wil het wel graag doen. Ja, ik niet. Ik vind het zo... De gedachte vind ik al heel naar. Ja, ik vind het ook heel, heel raar. En hoe diep moet hij erin? Oh, tot aan het zwarte. Ik durf hier niet eens helemaal kijken. Achterin. En Maxine, goed kijken. Ja, dan duwen. Druk maar erin, helemaal. En dan knijp je hem uit. Stik maar erin. Door. Drukken. Zit hij erin? Kijk even. Zit hij erin? Ja, hij is erin. Nog eentje? Ja, het is dat het voor het welzijn van de koe is. Ja, ik weet het, maar het voelt heel onnatuurlijk. Wow, nee. Ja, dit was een soort deep throat hero. Spijt me, hè, dat ik hem even erin duwde bij jou. Dat doe ik wel vaker bij vrouwen, maar... Maar ik neem maar geen magneet, toch? Kaulo ziek kwats. Maar die helm die staat je voor gemeten, dat moet ik wel toegeven. Ja, ik weet het. Ik heb gewoon een bolle smoel en nou wordt het alleen maar geaccentueerd. We hebben een parcoursje gemaakt op dit prachtige land. De verliezer moet een kutklusje doen. Laten! Laat ik een kleine voorspelling maken. Ik zie Maxime zo op dat ding rijden. Ik denk dat ik aardig safe zit. De productie is opgevallen dat ik iets meer gas geef. Even een beetje gelijk trekken. Maar ja, dit is natuurlijk helemaal niet verstandig. 3, 2, 1, 2. Ik heb gewonnen. Waar zit die stop dan? Met hand in het gat. Met je roze nageltjes. Huppa. Druk hem maar deze kant op. En dan kan je de bak gaan boenen. Oh ja, daar ligt wel een beetje zand in. Uiteindelijk wordt hij heel schoon. Een keer. Nou, ik zie nog wat vlekjes hoor. Kijk, ik ben hier even Rob Geus. Ja. Ik ben hier even de smaakpolitie. Ja, hij lijkt ook op hem, vind ik. Hij is moe, ouwe. Ja, hij is weer nat. Ja. Bij deze willen we boer Rijer bedanken dat hij het aandurfde om een bekende Nederlander toe te laten. Want dat is nogal een risico. Ja. Dit Maxime Meiland survived this farm. Of het nou waterbakken schoonmaken was of stront schuiven, poetsen kansen. Potverdorie. Ja, ik vond het een hele leuke dag. Nou lieve mensen, dank jullie wel voor het kijken naar deze aflevering van BN's op de Boerderij. Rabobank bedankt dat jullie boeren supporten en met mij dit programma wilden maken. Tot de volgende keer.